We staan hier in de Waalse Kerk in Maastricht. En waarom staan we hier? We staan hier omdat we vorige week iets ontdekt hebben wat hier onder deze entree ligt. Ja. Ja, jullie zijn hier bezig met een gigantische aparte verbouwing. Hè? En in één keer vind je iets wat je eigenlijk nooit had gedacht. Inderdaad, we zijn bezig met een renovatie. Daar zijn we 6 maart afgelopen dit jaar mee begonnen. En dat doen we verschillende fasen. De eerste fase is volgende week klaar. Dus we waren de voorbereiding aan het treffen voor de volgende fase. En nu moesten daar, in die hoek, moest er een meterkast komen. En daarvoor moesten we 1,5 meter de grond in. Dus de aannemer ging dat doen. En op een gegeven moment zegt hij, hey Klaas, volgens mij is hier iets wat we niet wisten. Ik zei, wat is er dan? Ja, dan moet je komen kijken. Dus ik op mijn fiets hier naartoe. Toen bleek dus hier in het gat, hè, bleek dus een ruimte te zitten van wel 280 diep. En toen vroeg ik, wat zit daarin? Toen zei ik, nou, dat weet ik niet. Dus toen heb ik mijn telefoon gepakt. En toen ben ik op mijn buik gaan liggen en dan heb ik hem erin gestoken. En toen bleek daar dus een ruimte onder kelders van hier tot hier, met een heel mooi gewelf. En op de bodem minimaal 20 skeletten en nog veel meer botten. Nou, ik dacht van, wat is dit nou joh? Dus ik zeg tegen die aannemer, wat is dit? Ja, dat wist hij ook niet. Dus toen hebben we een historicus gebeld en de stadsarcheologie. En dan een aantal andere mensen verteld. En gevraagd van, wat denken jullie dat het is? Nou, dan hebben we 3 opties gekregen. De eerste optie, en die is waarschijnlijk het meest aannemelijk, is dat in die tijd, want deze kerk, de Waalse kerk, is in 1732 gebouwd op de grondvesten van de Hilariskapel. En die kapel die had kennelijk een grafkelder, waar dit er één van is. Wat gebeurde er vroeger? Dan kon je, als je geld betaalde, hè, kon je begraven worden in de kerk. Nou, dat ging natuurlijk op een gegeven moment met je stinken. Dus dan, daar komt het woord rijke stinkers vandaan. En, maar toen zij dus hier die Hilariskapel plat gegooid hadden en begonnen met de Waalse kerk te bouwen, kwamen ze tegen die botten aan. Liepen ze tegen die botten aan. En waarschijnlijk heeft toen iemand gezegd, weet je wat, die storten we gewoon in die kelder, zand erover en dan hermetisch dichtsluiten. En nu komen we 300 jaar later, komen we erachter. Dat was optie 1. Dat is optie 1. Optie 2, die zal ik wat korter vertellen. In de Marnixstraat in Amsterdam, is een poosje geleden, hebben ze ook botten ontdekt. En daar zat pest in. Dus ik kreeg een bericht uit Amsterdam van, hey Klaas, weet je zeker dat er geen pest zit in die botten? Dus toen heb ik een bevriende historicus gebeld, of geappt. Ik zeg, hey Frans, Stefan, weet jij wanneer de laatste pestepidemie was in Maastricht? Zo, dat was nou toevallig. Daar heb ik net een artikel over geschreven in de Nieuwe Ster. Dat was in 1669. En in dat artikel staat dat toen de graven, begraafplaatsen vol waren, dat ze toen met massagraven zijn aan de gang gegaan. Dus misschien is dit een massagraf uit de pestepidemie. Zou kunnen, optie 2. Maar toen kwam er een keer optie 3. Nou, en optie 3, dat iemand zei, hey, weet je wat ook nog kan zijn? In 1673, in juni, bij de slag om Maastricht, is D'Artagnan overleden. En we zijn nog steeds op zoek naar zijn begraafplek. En sommigen denken dat het in de Petrus en Paulus is. Dat zou heel goed kunnen. Hè? Maar misschien ligt hij wel gewoon hier. Dat zou ook nog kunnen. Ja, en stel dat hij nou hieronder zou liggen. Ja, dat zou toch heel wereldnieuws zijn. Dan kom je waarschijnlijk nog een keer terug. Ja, maar jullie hebben nu wel de verbouwing stop moeten zetten. De eerste fase maken we gewoon af. Hè. Dat wordt volgende week opgeleverd. Dus daar kunnen we gewoon van start met lezingen en allerlei andere dingen. Maar voor dit gedeelte, voor de voorbereiding voor de volgende fase, dat moeten we nu eerst even stilleggen. Omdat we eerst een scan gaan maken van de hele oppervlakte. Want er is een vermoeden dat er nog meer ruimtes zijn. En dat willen we natuurlijk wel eerst weten voordat we echt gaan beginnen. Ja. Misschien mogelijk ook ergens nog een verborgen schat onder...
Dat zou geweldig zijn, hè? Want we hebben dus we financieren dit allemaal van giften en donaties en leningen. En het kost in totaal 3,9 miljoen. We hebben daar 3,5 miljoen van binnen, dus we hebben nog 4 ton te gaan. Maar daar komen nu natuurlijk de extra kosten bij. Hè? En dat zijn de kosten voor archeologisch onderzoek, voor de vertraging. Dus we hopen dat we inderdaad iets vinden wat die kosten in ieder geval kan dekken. Ja, of iemand die wel aan het kijken is misschien zegt van luister, ik steun dat. Dat zou geweldig zijn. Hè? Als er iemand is die denkt van nou, dit vind ik zo'n mooi initiatief. Mensen die als een soort burgerinitiatief hè, iets willen teruggeven aan de stad. En ik heb nog wel wat middelen, daar wil ik aan bijdragen. Dat zou geweldig zijn. Oh, ik ben wat losjes in mijn streek.